Hi, ik ben Martijn. In deze video ga ik je twee verschillende race setups laten zien. Een iets goedkopere en een wat duurdere versie. Het verschil zit hem vooral in de playseats die je ziet staan. Ik heb er twee. De Playseat Challenge X Logitech G Edition en de Playseat Trophy Logitech G Edition. Het zijn dus playseats in samenwerking met Logitech. We gaan een nieuwe F1 24 game spelen. Samen met een Logitech race stuur, namelijk de G923. Daar ga ik wat over vertellen. En om je raceervaring helemaal compleet te maken, kan je natuurlijk ook gebruik maken van een headset. Ik heb twee headsets van JBL, namelijk de 16 en de 19, en ook daarvan ga ik het verschil vertellen. Leuk dat je kijkt naar deze video. Oké, het eerste wat opvalt als je naar deze twee stoelen kijkt is eigenlijk gewoon het formaat. En dat zie je al als je kijkt naar de doos. Goed, we beginnen met de Playseat Challenge X. Dat is de goedkoopste van de twee. En goedkoop betekent niet meteen slecht, want ik vind allebei deze twee setups heel erg goed. Ze hebben gewoon allebei wat voor- en nadelen. En ja, goedkoper is gewoon een van de voordelen van de Playseat Challenge X. Daarnaast is de Playseat Challenge X gewoon heel erg makkelijk in elkaar te zetten. Wat ik altijd doe is eerst de doos helemaal uitpakken, alle spullen even op de grond leggen. Er zit een handleiding bij waarmee je stap voor stap makkelijk kan zien hoe je hem in elkaar moet zetten. En als je die volgt, dan staat hij binnen een half uurtje voor je tv om erin te kunnen racen. Dan is het monteren van een race stuur ook heel erg simpel, zeker als je een stuur gebruikt van Logitech. Er zitten in de doos schroeven die speciaal al passen bij Logitech race sturen, dus je hoeft niet extra schroeven aan te schaffen. Ook de gaten van de plaat van het race stuur en de gaten in het race stuur zelf, die lijnen netjes uit. Dus het is gewoon inprikken, vastdraaien en je stuur staat op je stoel. Wat ze hebben aangepast aan deze Logitech G Edition ten opzichte van de normale Playseat Challenge is waar je de pedalen set op zet. Er zit echt een soort steun die je kan verplaatsen en een bepaalde hoek kan geven zodat je nog iets lekkerder zit. En ook hier zitten schroeven bij en ook het monteren van de pedalen set is simpel. Gewoon vier schroeven aan de onderkant en je pedalen zitten muurvast aan je stoel. Het opbouwen van de stoel is dus heel erg makkelijk, maar ook het afstellen van deze stoel op jouw lichaamslengte is heel erg simpel. Ten eerste heb je onder het stuur een grote blauwe knop waarmee je de hoek van het stuur kan afstellen. Ook het afstellen van de pedalenset op jouw beenlengte is heel erg simpel. Je hebt twee blauwe knoppen hier op deze buizen, die draai je los en dan kan je de pedalenset heel makkelijk van voor naar achter schuiven. En dan heb je nog twee grote blauwe hendels hier aan de zijkant. Als je die loshaalt heb je zes verschillende standen en zo kan je de stoel perfect afstellen op jouw lichaamslengte. Hij is gebouwd voor mensen tussen de 1,20 meter en 2,10 meter, dus vrijwel iedereen past in deze stoel. Wat ik zelf ook heel erg handig vind, wat ze bij deze Logitech G Edition hebben gedaan, is cable management. Dus je hebt een paar clips waarmee je de kabels van het stuur en de pedalenset netjes langs de buizen kan wegwerken. Dan is de stoel zelf, dus de stof zeg maar, waar je in zit, gemaakt van ademhalend materiaal. Ze noemen het zelf Activit Ventilation Fabric. En het betekent dat je wat langer cool blijft als je lang aan het gamen bent. En als je dan lang aan het gamen bent, deze stoel zit ook heel erg lekker. Dat komt eigenlijk door dat kuipje wat je hebt. Je hele lichaam wordt ondersteund, dus van je bovenbenen, je billen, je rug tot aan je schouders. Instappen in de stoel is ook eenvoudig. Je hebt hier een draaiknop aan de zijkant. Als je die helemaal openzet, dan kan je heel simpel het stuur wegklappen en in de stoel gaan zitten. Ben je klaar met gamen, dan is het opbergen van deze stoel ook heel erg simpel. Ik draai altijd eerst het stuur los met de knopje aan de onderkant. Dan draai je hem helemaal naar beneden. Dan zet je hem terug vast. Dan om de stoel op te klappen, twee hendels aan de zijkant los. Dan schuif je hem in. Hendels weer vast. Deze kant en deze kant. En tot slot de pedalenset. Die schuif je eerst in. Dan klap je hem omhoog. En er zit hier een handig koord aan de onderkant waarmee je hem kan bevestigen aan deze buis. En als je dan vast zit, is hij klaar om hem op te bergen. Hij is klein, compact en licht. Dus je verplaatst hem makkelijk. Je zet hem ergens tegen de muur of in een kast. Hij neemt eigenlijk vrij weinig ruimte in beslag. Het grootste nadeel van deze stoel is dat buizen wat dun zijn. Het is een licht frame, dus als je veel kracht zet, dan merk je ook dat de stoel redelijk veel beweegt. Nou is het met deze Logitech G923 niet zo'n groot probleem, maar als je een veel sterker stuur hebt, bijvoorbeeld een Fanatec DD Pro met 8 keer sterkere feedback, dan zal je daar wel iets van merken. Oké, dat is dus de Playseat Challenge X. En dat gevoel van een los frame en een los stuur, dat zou je bij de Playseat Trophy niet hebben. Dus je ziet het eigenlijk al aan de bouw van het stoel zelf. Hij heeft veel dikkere buizen. Het frame is wat groter, zwaarder en vooral stabieler. En je ziet het ook gewoon terug in de bouwkwaliteit. Ook deze stoel is relatief makkelijk in elkaar te zetten. Je krijgt een mooie handleiding en als je alle stappen volgt, heb je hem zo staan en kan je beginnen met racen.
Hij ziet er misschien wat zwaar uit, maar hij weegt slechts 16 kilo, dus je kan hem relatief makkelijk verplaatsen. Het is niet zo dat je hem zoals de PlayStation Challenge X makkelijk kan opvouwen en daardoor ook makkelijk kan opbergen op een plek waar hij niet in de weg staat. Dus waar je rekening mee moet houden is wel echt dat je een kamer of een ruimte nodig hebt waar die makkelijk in past. Maar voor een stabiele stoel zoals deze is hij relatief klein ten opzichte van andere high-end rigs. Ook deze stoel kan je uiteraard afstemmen op je lichaamslengte, op vier manieren zelf. Maar ik moet zeggen, het is niet zo makkelijk als bij de PlaySeat Challenge. Als eerste kan je de afstand voor je beenlengte bepalen. Hier aan de zijkant zitten twee inbussleuteltjes. Als je die losdraait, kan je het hele onderste gedeelte van je afschuiven of naar je toeschuiven om hem dus af te stellen op de lengte van je benen. Ook de hoek van de pedalenset kan je aanpassen. Dat gaat een stukje makkelijker. Je hebt twee grote blauwe knoppen hier aan de zijkant. De hoek van je stuur kan je aanpassen. Je kan het stuur helaas niet in hoogte verstellen. Als je hem dan ingesteld hebt, zit je wel echt perfect en heel erg lekker. Het enige nadeel vind ik is dus als je deze PlaySeat zou willen delen met iemand anders, een broertje die een stuk groter is of kleiner, je kan niet heel snel en makkelijk wisselen tussen twee van deze setups. Dus je stelt hem eigenlijk vooral in voor jezelf en als iemand anders wil gamen, ja, dan ben je eventjes bezig. Het stuur en de pedalenset monteren op de Trophy is ook heel erg makkelijk. En naast dat deze stoel ongelooflijk lekker zit, ik vind dat deze wel echt lekkerder zit omdat hij groter is dan de Challenge X, voel je ook de feedback van het stuur meer terug in het frame. Juist omdat het frame zo super stabiel is, komt alle kracht die je voelt van het stuur niet alleen in je armen terecht, maar echt in de hele stoel, waardoor je nog meer een gevoel van realisme hebt tijdens het racen. Dan het stuur waar we op dit moment mee gamen. Dit is de Logitech G923. Het is de wat nieuwere versie dan de G29. En op het eerste oog lijkt hij heel erg op die wat oudere G29. Hij heeft exact hetzelfde design. De knoppen zitten op precies dezelfde plek. Het enige verschil is vooral de kleur. Ook de aansluitingen zijn hetzelfde. En de kracht van de feedback is zelfs hetzelfde. Het grootste verschil eigenlijk vooral is de True Force op dit stuur. Dat heeft die G29 niet. En ja, goed, die True Force betekent dus niet meer kracht op het stuur, maar vooral gedetailleerdere feedback dan je misschien gewend bent van het oudere stuurtje. En met gedetailleerder bedoelen ze vooral, wat ze hebben gedaan is dat ze hem hebben gekoppeld eigenlijk aan de physics van de game en ook aan de audio van de game. En daardoor voel je in het stuur niet alleen de kracht van onderstuur en overstuur bijvoorbeeld, maar ook wanneer je de curbstones raakt, je voelt de grip van de banden, je voelt hobbels in de weg. Je voelt zelfs de motor trillen, omdat hij dus gekoppeld is aan de audio van de game. Daardoor is de feedback dus gedetailleerder. Het zorgt er uiteindelijk voor dat je het beter aanvoelt als je de auto begint kwijt te raken of als je op de limiet aan het racen bent. Het zorgt er ook voor dat je daardoor sneller kan reageren en uiteindelijk minder snel fouten maakt. Oké, tot slot heb ik dus ook nog twee headsets. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind gamen met een headset sowieso heel relaxed. Je hoort wat makkelijker je engineer praten in je koptelefoon en ook het opschakelen en terugschakelen is wat makkelijker te horen. Ze zijn allebei heel erg goed. Het is de JBL Quantum 16 en de JBL Quantum 19. Wat ik zeg, ze zijn allebei goed, maar de 19 heeft wel een aantal voordelen. Het eerste is dat de 19 dus head tracking heeft. En dat betekent vooral dat als je wegkijkt van het scherm, je nog steeds het gevoel hebt dat de audio van het scherm afkomt, in plaats van dat dat met je meedraait. Ten tweede, de Bluetooth opties zijn beter van de 19. Je kan bij de 19 twee apparaten koppelen. Dus dat betekent de audio van je game en de audio van je telefoon. En dat betekent dus dat je kan bellen met iemand tijdens het gamen en dat je een telefoongesprek kan horen en ook je gamegeluid tegelijkertijd. En dat kan niet met de 16. De Bluetooth opties zijn ook wat anders. De 16 kan je koppelen met de PC en de PlayStation 5. En de 19 kan je ook nog koppelen met de Nintendo Switch en de Xbox. En zoals je ziet zijn de RGB-kleuren wat meer fancy op de 19 ten opzichte van de 16. Nou is dit een hele snelle en korte samenvatting. Ferdinand heeft een uitgebreide review gemaakt over deze headsets. Hij vergelijkt deze twee, inclusief ook de JBL Quantum 18. Dus wil je die zien, dan klik vooral even op het eindscherm aan het einde van deze video.
Oh, en het einde van de video, dat is nu. En de vraag is natuurlijk, welk van deze setups is nou beter? Ik moet eerlijk zeggen, allebei de setups hebben zo zijn voor- en nadelen. De Trophy X is uiteraard wat goedkoper. Wat ik heel erg relaxed vind, is dat je hem kan opvouwen en hem ergens in huis kwijt kan, zonder dat het veel te veel ruimte kost. Het nadeel is een beetje dat hij wat meer onstabiel is. Dus als je hard aan het sturen bent, dan beweegt de hele stoel eigenlijk. En de Trophy is gewoon wat betere bouwkwaliteit, steviger. En als je een stuur hebt met heel veel feedback, voel je dat niet alleen in je armen, maar in de hele place terug. En dat is wel heel erg vet. Heb je nog vragen over deze twee setups? Laat ze dan weten onder deze video in de comments. Voor nu, thanks voor het kijken. En ik zie je graag in een volgende video. Doei doei!